Twee parochies, Heiliges Filibertus en Paus Johannes de 23e, ontwikkelen samen twee nieuwe websites. Hoe gaat dit proces en waar moeten de websites aan voldoen? Je moet je voorstellen, parochianen die een jong gezin waar kinderen geboren worden, die willen ook de weg weten naar het doopsel, willen de weg weten naar de eerste communie, naar vieringen. Als er kinderen opgroeien, misschien ook weten van, is missionair iets voor mijn kind, dan moeten ze ook de weg weten. Dus dan praat je echt over gemeenschapsopbouw. Waar zitten de vormende projecten, waar zit de catechese, waar zit, noem maar op, kun je wel voorstellen. Ik denk dat het een uitnodigende plek is, waar juist de mensen van buiten snel de informatie vinden die ze zoeken. Ik denk altijd dat dat er op de eerste plaats vieringen zijn en activiteiten. Dus waarom ga je naar een parochiewebsite toe als buitenstaander? Omdat je denk wil weten van wanneer is aanstaande zondag toch wat voor viering? En god, wie gaat daar dan voor? En is het dan een koor? Wat voor koor is het dan? Wat voor soort viering is het dan? En waar moet ik dan zijn? Waar is dat gebouw precies? En wat voor voorzieningen zijn er dan voor mij? Is er een crash als ik jonge kinderen heb? Is er een ringleiding als ik slechthorend ben? Nou, dat soort zaken. Dus die informatie moet zijn om de drempel voor mensen van buiten om naar zo'n parochie te stappen, of naar zo'n kerk toe te stappen, om die te verlagen. Maar ze willen natuurlijk ook weten wat voor vieringen er zijn, wat voor activiteiten er worden georganiseerd. Van, goh, ik wil er eigenlijk wel een soort bezinning meemaken, of ik wil eens een goede lezing horen, of ik wil een geloven nu groep bijwonen. Dat ken ik van mijn oude parochie, heeft deze parochie dat ook. Dus die informatie moet er ook zijn. De laatste categorie, maar dat is het meest ingewikkelde, is dat een goede parochiewebsite ook ondersteunend kan zijn aan de vrijwilligers in de parochie. Dat betekent dat het een andere manier van denken, dat het niet alleen gaat om communicatie, maar dat het gaat om organisatie. Dat je een website gebruikt als een app, als een tool waarmee je als vrijwilliger bepaalde dingen kunt doen. Goede mensen erin, die hebben kennis van website bouwen en ontwikkelen. Als iedereen informatie heeft die ze op de website willen plaatsen, dan wil je dat zo laagdrempelig mogelijk erop zetten. Zo makkelijk mogelijk. En dan is het gewoon makkelijk en fijn om een eenvoudig content management systeem te hebben, wat gewoon zorgt dat iedereen simpel tekst in kan voeren, heeft dan alle plaatjes erbij, en dat we op die manier gewoon snel informatie kunnen delen die voor allebei de parochies gemeenschappelijk van belang kan zijn. Dan hoef je het maar één keer in te voeren in plaats van twee keer. Dat is het makkelijke van een content management systeem. Met de What You See Is What You Get editor kan iemand heel makkelijk dus tekst op de site aanpassen die geen code kan. In het team zijn zowel Filibertus als PS23 vertegenwoordigd. En we doen het in hele goede samenwerking. Het gaat fantastisch. We hebben in het begin heel goed nagedacht over wat voor website we wilden neerzetten. Gewerkt vanuit het beleidsplan van de parochie. En van daaruit hebben we de uitstraling die we willen hebben gekozen en goed nagedacht over de doelgroepen en de functionaliteit. We zijn natuurlijk gewoon bezig geweest om te kijken van hoe we het zo goed mogelijk in kunnen richten. En we willen zoveel mogelijk informatie op één plek hebben. En natuurlijk zodat we die informatie opnieuw kunnen gebruiken. En het is handig om het op één plek te verzamelen, zodat we het op twee websites kunnen presenteren, maar in één database vol. Dat is een van de dingen die we technisch gewoon bedacht hebben om het zo in te richten. Ja, er moest een creatieve oplossing gevonden worden voor het menu, zodat hij niet zo heel sterk zou lijken op andere. En toch ook wel interessant zou zijn voor de parochianen, voor de vrijwilligers en voor de nieuwe mensen die op de site zouden komen. Dus dat was nog wel een hele uitdaging. Maar uiteindelijk is het goed gelukt.